De Nationale Democratische Partij NDP, de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging HVB, Nieuw Suriname en de Partij voor Democratie en Ontwikkeling PDO gaan samen de verkiezing in. Dit werd gisteravond bekend bij een samenwerkingsondertekening van de politieke organisatie. Woordvoerder van de NDP Ricardo Panka stelt dat bij het krijgen van de regeermacht een beter economisch beleid gevoerd zal worden. Middels dit convenant een politieke samenwerking aan te gaan en zich te committeren aan de volgende uitgangspunten voor goed bestuur na 2025. Partijen zullen in cohesie met elkaar en de samenleving blijven investeren in een vreedzame, rechtvaardige, multi-etnische samenleving waarin burgers van elke culturele en religieuze oriëntatie zich primair laten leiden door gemeenschappelijke normen en waarden ten aanzien van democratie, mensenrechten en hun verbinding met het grondgebied. Panka geeft verder aan dat de samenwerkende partijen zich committeren aan een politiek en institutioneel systeem gebaseerd op integriteit en verantwoordingsplicht. HVB-voorzitter Mike Noor Salim zegt dat begonnen is aan een politieke reis die de samenleving een nieuwe kans zal geven om te geloven in de politiek. Dit is geen gemakkelijke politieke route, maar wel één waar de HVB samen met haar partners, haar ervaring, haar kaders ter beschikking stelt aan het groter geheel. Deze politieke samenwerking moet naar onze inzicht een forum bieden aan alle progressieve Surinamers kaders in het land om een constructieve bijdrage te leveren. John Nasibdar van Nieuw Suriname meent dat met de samenwerking een mijlpaal is bereikt. Hij benadrukt dat de politieke organisaties moeten zorgen voor een omwenteling in de Surinaamse samenleving.